Dit hier is de kust van Florida. Een van de gebieden die vaak getroffen wordt door orkanen. Nu zie je er niets van, het is rustig, het zonnetje schijnt. Maar zodra er een orkaan aan land komt, hebben we te maken met een van de heftigste weersfenomenen mogelijk op aarde. En de impact daarvan is enorm. Oh, de camera! Een orkaan is de zwaarste variant van een tropische cycloon. Een enorme wervelwind waarin windsnelheden kunnen worden waargenomen van ruim 300 km per uur. Er wordt echter al gesproken van orkaankracht bij windsnelheden van boven de 117 km per uur. Orkanen zijn enorme weersystemen die goed zichtbaar zijn vanuit de ruimte. Ze kunnen namelijk wel een doorsnede hebben van meer dan 1000 km. Ze kunnen veel schade veroorzaken en soms zelfs dodelijke slachtoffers. Het is iets heel anders dan een tornado, al worden deze twee nog wel eens door elkaar gehaald. Een tornado is veel kleiner, zo'n paar honderd meter in doorsnede. En kan veel hogere windsnelheden bevatten. Ze komen voor op de plekken waar de zwaarste buien plaatsvinden op aarde. Een orkaan kun je opdelen in drie hoofdsegmenten. In het midden het oog, daaromheen de eyewall en daaromheen het buitengebied. In het oog is het rustig weer. Er is zelfs een zonnetje te zien. Daaromheen hebben we de eyewall. En in de eyewall hebben we juist te maken met hele hoge windsnelheden en het meest heftige weerbeeld. Ga je nog verder naar buiten, het buitengebied, daar hebben we ook te maken met hoge windsnelheden en veel neerslag, maar naarmate je verder afkomt van het oog, wordt dat wel steeds minder. In de meest intense neerslagbanden kunnen ook tornado's worden waargenomen bij de zwaarste buien. Bij een gemiddelde orkaan is het windveld zo'n 500 km breed. Maar het gebied waar ook orkaankracht wordt gemeten, is maar zo'n 100 km breed vanaf het oog gezien. Een orkaan is hetzelfde als een tyfoon of een cycloon. Ze hebben een andere naam omdat ze boven een ander gebied op de wereld voorkomen. Boven de Atlantische Oceaan en de oostelijke helft van de Grote Oceaan spreekt men van orkanen. Tyfonen komen voor boven de westelijke helft van de Grote Oceaan en de Aziatische zeeën. Op de Indische Oceaan en de wateren rond bijvoorbeeld Australië spreekt men van cyclonen. Hier in het ruimteschip heb je een prachtig zicht op de aarde. Je kan mooi de wolkenformatie zien en ook eventueel orkanen die tot ontwikkeling zijn gekomen. Wacht, ik zet even de zwaartekracht aan. Activate gravity. Artificial gravity activated. Zo, dat praat een stuk makkelijker. Tropische stormen, tropische depressies en orkanen vallen onder de verzamelnaam tropische cyclonen. Het zijn weersystemen met een afgesloten warme kern die ontstaan boven tropische of subtropische wateren. Er zijn ook geen fronten aan dat soort systemen verbonden. Om een tropische cycloon te laten ontstaan, moeten er wel aan een paar voorwaarden worden voldaan. Warm zeewater is essentieel. De temperatuur van het water moet minstens 27 graden zijn over een diepte tot 50 meter. Is het zeewater kouder, dan kan het systeem niet verder ontwikkelen. De Corioliekracht is ook belangrijk. Omdat de aarde draait, is er een Corioliekracht. Die Corioliekracht zorgt ervoor dat orkanen kunnen ontstaan, dat ze gaan roteren. De Corioliekracht is 0 op de evenaar en maximaal op de polen. In een gebied van zo'n 500 km breed rond de evenaar kunnen orkanen niet ontstaan omdat de Corioliekracht daar te klein is. De derde voorwaarde die belangrijk is, is een onstabiele opbouw van de atmosfeer. Een onstabiele opbouw is zeer belangrijk rond het centrum van de storm. Hierdoor stijgt er warme oceaanlucht op die geleidelijk aan afkoelt en condenseert. En bij het condenseren komt er latente warmte vrij. Die zorgt ervoor dat de luchtkolom uitstrekt, als het ware, de verticale luchtkolom. En daardoor daalt de druk aan het aardoppervlak. En dat betekent dat er een horizontale stroming aan het aardoppervlak op gang komt. En dat is de wind die ontstaat rond zo'n storm.
Als het proces op gang blijft, gaat het dus steeds harder waaien. Zo wordt er dus steeds warme, vochtige lucht van buitenaf richting de kern van de storm gestuurd, die op gaat stijgen. De latente warmte die blijft ook maar vrijkomen en zo krijg je een zelfversterkend systeem en kan de storm uitgroeien tot een gigantische orkaan. Door die latente warmte en het zelfversterkende systeem hebben we te maken met een afgesloten circulatie. Stormen die bij ons voorkomen, bij Nederland en bij Groot-Brittannië, die hebben eigenlijk een koude kern en geen warme kern. Bij die systemen hebben we ook te maken met verschillende luchtsoorten. En tussen die luchtsoorten zijn fronten aanwezig. En dat is dus niet het geval bij tropische stormen. Een ander belangrijk ingrediënt voor het ontstaan van een tropische storm is wind shear. Dat is dat de wind verandert met de hoogte, zowel in snelheid als richting. De hoeveelheid windshear die aanwezig is, die luistert nogal nauw. Te veel windshear bijvoorbeeld kan de luchtstromingen verstoren. Er kan bijvoorbeeld te veel koude lucht van buitenaf het systeem in worden gezogen. Maar te weinig windshear is ook niet goed, want dan komt juist die circulatie niet op gang. Het mag duidelijk zijn dat waterdamp ook essentieel is in de onderste helft van de atmosfeer. Is de lucht namelijk te droog, dan zal het vloeibare water wat aanwezig is in de wolken gaan verdampen. En daardoor ontstaat er juist afkoeling. En afkoeling zal de warme kern aantasten, waardoor de orkaan zijn kracht verliest. Als aan al die voorwaarden wordt voldaan, kan er een tropische golf tot ontwikkeling gaan komen. Dat begint vaak met onweersbuien die bij de Atlantische Oceaan bij het westen van Afrika ontstaan en dan geleidelijk aan zo de oceaan optrekken. Daar worden ze met die ideale omstandigheden geconfronteerd en kan de circulatie goed op gang komen. Op het moment dat de windsnelheden worden gemeten van zo'n 37 km per uur, vergelijkbaar met 6 Beaufort, spreken we van een tropische depressie. Als het systeem verder ontwikkelt en er windsnelheden van 65 km per uur worden gemeten, dan hebben we te maken met een tropische storm. En uiteindelijk als het systeem nog verder ontwikkelt en naar windsnelheden gaat van 118 km per uur of meer, dan spreken we van 12 Beaufort en dat is een orkaan. En die kan natuurlijk nog verder gaan groeien. Hier in het controlecentrum van het ruimteschip hebben we een goed zicht op de aarde. We kunnen dus ook heel goed zien als er orkanen zijn. Heel kenmerkend voor een orkaan is het oog. Het oog, dat is eigenlijk een gebied waar het heel mooi weer is. De zon schijnt en er is nauwelijks wind. De doorsnee van een oog van een orkaan is gemiddeld zo'n 30 tot 50 kilometer. Door de circulatie die in het oog aanwezig is, is er geen interactie met de grote wolkenmuur aan de buitenzijde, de zogenaamde eyewall. Die circulatie rond het oog lijkt eigenlijk het meest op een afgesloten centrifuge. Als we naar het oog specifiek kijken, dan zien we in het oog dalende luchtbewegingen. Dat noemen we ook wel subsidentie. En dat zorgt ervoor dat wolken oplossen en dat het eigenlijk heel mooi weer is in het oog van een orkaan. Maar aan de rand van het oog, daar vinden we juist de eyewall. En daar is het meest heftige weer van de orkaan aanwezig. De hoogste windsnelheden en de zwaarste onweersbuien. Die kunnen wel tot 20 kilometer hoogte doorgroeien. En de snelheden van de opwaartse stromingen kunnen wel pieken bereiken van boven de 150 kilometer per uur. Het is bijna onwaarschijnlijk. De eyewall met zijn hoogste windsnelheden en hevig weer is eigenlijk het gevaarlijkste deel van de orkaan. Maar het beslaat maar zo'n 4% van de omvang van de hele orkaan. Buiten het oog en de eyewall hebben we ook nog te maken met het buitengebied. En hier kan het enorm intens regenen en ook fors waaien. Bij zware orkanen, categorie 3 of hoger, kan bij ideale omstandigheden de muur van wolken langs het oog worden vervangen. Dit noemen we een eyewall replacement. Dit gebeurt als een regenband die zich buiten de eyewall bevindt sterker wordt en een ring van onweersbuien wordt rond de oude eyewall. Vervolgens slokt deze nieuwe eyewall de oude eyewall op. Wat een eyewall replacement op gang brengt is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende theorieën, maar geen enkele is sluitend. Wat wel duidelijk is, is wat er gebeurt als de eyewall replacement op gang is gekomen. Warm zeewater is een must voor de motor van de orkaan.
Onder de eyewall is het warme zeewater door de intense neerslag kouder geworden. Maar door de inwaartse windstromingen rond de kern van de orkaan wordt er toch steeds warm water aangevoerd, waardoor de orkaan kan blijven bestaan. Op het moment dat er een tweede ring van zware onweersbuien ontstaat rond de eerste eyewall, wordt de aanvoer van warm zeewater naar het centrum van de orkaan afgesneden. De eerste eyewall zal instorten, maar de nieuwe eyewall gaat juist verder groeien. En tijdens dit proces zal de wind in kracht afnemen en zal het oog van de orkaan groeien, evenals het gebied waarin de hoogste windsnelheden en het meest extreme weer wordt gemeten. Wanneer de nieuwe eyewall de plaats van de oude heeft ingenomen, kan de orkaan bij aanhoudende ideale omstandigheden weer in kracht gaan toenemen. Eyewall replacements die gebeuren vlak voordat een orkaan het land optrekt, kunnen voor extra veel schade zorgen, omdat de orkaan opeens veel groter wordt. Een goed voorbeeld is de orkaan Katrina uit 2005, die in het zuiden van de Verenigde Staten aan land ging. En recentelijk, in 2022, hadden we orkaan Ian, die over Cuba en later over Florida trok en ook te maken kreeg met een eyewall replacement vlak voordat hij aan land ging. Laten we nog eens naar buiten gaan kijken en een blik werpen op aarde. We zien hier Noord-Amerika en daar is ook een enorme orkaan aanwezig. Waarschijnlijk is dit wel een categorie 4 orkaan, een major hurricane op de schaal van Saffir-Simpson, met windsnelheden boven de 210 km per uur. Kijk eens hoe indrukwekkend dat er van bovenaf uitziet. Maar moet je voorstellen als dit over je heen komt. Zichtbaar was vanuit de ruimte, heeft inmiddels de kust van Florida bereikt. En de wind neemt al behoorlijk toe en zorgt al voor flink wat schade. Wow! Bij een orkaan denkt men vaak dat de wind zorgt voor de meeste slachtoffers. Maar de stormvloed en de daarbij komende overstromingen zijn minstens net zo gevaarlijk. Misschien wel het grootste gevaar van een orkaan is de enorme hoeveelheid neerslag die een orkaan kan produceren. Soms wel 500 tot 1000 millimeter per etmaal. Zeker als een orkaan niet veel beweegt. Nou, hier regent het inmiddels keihard, dus het wordt tijd voor mij om het hogerop te gaan zoeken. Door de neerslag zijn overstromingen namelijk waarschijnlijk. Rivieren en riolen kunnen het vele water niet afvoeren en de boel overstroomt. Daarnaast is het zo dat in bergachtig gebied aardverschuivingen en modderstromen kunnen voorkomen. En deze kunnen hele infrastructuren wegvagen en vele slachtoffers veroorzaken. En bij zware neerslagbanden kunnen ook nog eens tornado's lokaal heel veel schade veroorzaken. Zo kan een orkaan wel zorgen voor miljarden euro schade. Oh. Uiteindelijk zal een orkaan afzwakken en zelfs verdwijnen. Je ziet het nu ook gebeuren. Het klaart langzaam op en de hoeveelheid wind en neerslag nemen langzaam af. De belangrijkste redenen dat een orkaan afzwakt en verdwijnt zijn het aan land komen van de orkaan, waardoor de voeding van warm zeewater stopt. Bergketens op bijvoorbeeld een tropisch eiland die de verticale stromingen door de war schoppen. Een verandering van het bovenluchtpatroon, hetgeen kan leiden tot meer windshear. En een te noordelijke koers, waardoor de aanvoer van warm zeewater stopt. Er wordt veel gespeculeerd over wat de invloed is van klimaatverandering op het ontstaan van orkanen. Wetenschappers doen daar veel onderzoek naar, maar ze zien niet direct een toename of het afname van het aantal orkanen. Waar de wetenschappers het wel over eens zijn, is dat de nieuwe orkanen die ontstaan vaak veel heviger en intenser zullen zijn. En daar zijn een aantal redenen voor. Hogere zeewatertemperaturen zorgen ervoor dat er ook hogere windsnelheden mogelijk zijn. En dat betekent dat de kans op categorie 4 en categorie 5 orkanen steeds groter zal worden. Een ander beeld dat we hebben met hogere zeewatertemperaturen is dat het gebied met temperaturen van 27 graden of hoger groter wordt. Met andere woorden, orkanen kunnen ook geleidelijk aan noordelijker komen. Ook zullen orkanen steeds natter worden, meer neerslag produceren.
Dat komt ook door die hogere zeewatertemperatuur, want warmere lucht kan eenvoudigweg meer waterdamp bevatten. Men gaat ervan uit dat er zo'n 10-15% meer neerslag per orkaan kan gaan vallen. En dan heb je ook nog het probleem bij kustgebieden. Zo'n gebied bijvoorbeeld waar Laura staat. Ja, door de zeespiegelstijging zijn orkanen die aan land komen nog gevaarlijker voor kustgebieden. Overstromingen door de stormvloed zijn intenser en kunnen zeker in gebieden waar geen of nauwelijks kustbescherming is, heel diep het land inkomen. Door de opwarming zijn grootschalige stromingspatronen ook aan verandering onderhevig. Toch, Raymond? Ja, men vermoedt dat dit komt omdat de systemen steeds trager gaan bewegen en orkanen kunnen dan langer op een plek blijven hangen en zorgen dus langer voor dat extreme weer. De kans dat orkanen voor veel schade en leed gaan zorgen is groot. Dat komt doordat het gebied van impact groter is geworden en doordat orkanen intenser worden. Daarbij hebben we de afgelopen decennia veel ontwikkelingen gezien, met name in de kustregio's. Veel mensen zijn daar gaan wonen en dat betekent ook dat de kans op schade aan bezittingen dus groter is. Ja, kustregio's zijn dus steeds gevoeliger voor orkanen. Maar uit onderzoek is gebleken dat er ook steeds meer mensen wonen in kustgebieden wereldwijd. De toename volgens de WMO is zo'n 192% over de afgelopen 10 jaar. En dat is natuurlijk enorm. Veel meer mensen moeten op deze manier rekening gaan houden met de gevolgen van een orkaan.